Ik ben Lieve Kenis, achternicht van politieagent Jan de Ridder uit Deurne. Ik ben Wim, de broer van Lieve, en ik woon nog altijd in het huis van onze grootoom Jan. En wij willen een struikelsteen hier op het trottoir voor dit huis. Ter nagedachtenis van onze grootoom die een verzetsheld was. En hier nog een foto, denk ik, van veel later. Ja. Dat zal 29 of begin de zomer van 30 waarschijnlijk. Ja. Jan de Ridder was een gewone Deurense volksjongen die in 1902 geboren is. Hij was diamantbewerker, maar na een aantal jaar is hij lid geworden van het Deurense politiekorps. Ja, wij hebben hem zelf uiteraard nooit gekend, maar wij veronderstellen dat hij tegen de onrechtvaardigheid wou komen, andere mensen wou helpen, sociaal geëngageerd was. En dat dat de reden is waarom dat hij zich dus aangesloten heeft bij het verzet en de nodige heldendaden daar verricht heeft. Als jonge gast? Ja. Op 27 augustus 1942 was er een razzia gepland hier in Deurne om een aantal Joodse mensen op te pakken, ook mensen van Merksem, en die dan bijeen te brengen in Cinema Plaza, hier een beetje verder op de Galifortplein. Onder hen Bob Mendes, latere schrijver, die toen 14 jaar was, samen met zijn iets oudere broer van 16. En dan gaat het verhaal verder. Jan de Ridder en een aantal van zijn collega's die zaten in het café, schuin daar tegenover, die wisten dat dat zou gebeuren. Die zijn naar buiten gegaan en die hebben de mensen samengebracht voor de deuren van Cinema Plaza om te verhinderen dat die mensen zouden opgesloten worden. Er is tumult ontstaan, er is getrokken, er is geduwd, er is zelfs in de lucht geschoten. Een aantal mensen zijn kunnen gaan lopen. Zij hebben ook nooduitgangen opengezet aan de achterkant, vensters opengezet. Daar zijn ook een paar mensen kunnen gaan lopen. En Jan de Ridder heeft dan Bob Mendes en zijn broer buiten gesmokkeld via een nooduitgang, een van die nooduitgangen. Die jongens zijn terug kunnen naar huis gaan. Ja, hoe liep het verder af met Jan de Ridder en het Deurnense politiekorps? Eigenlijk dramatisch. In januari 1944 zijn er 43 agenten gearresteerd door de Duitsers. Dus hij werd naar het concentratiekamp van Dora gebracht. Dat was eigenlijk een werkkamp waar dat de V1's en de V2's werden gemaakt. En daar werden dus de arbeiders die daar slavenarbeid moesten verrichten, maar die te verzwakt waren, die ziek waren, werden die eigenlijk gedumpt zonder enige medische verzorging, nauwelijks te eten, om te sterven. En daar is hij dan ook overleden. Van die 43 agenten die zijn gearresteerd en gedeporteerd, zijn er slechts 8 teruggekomen en de anderen hebben hetzelfde lot ondergaan. Ja, de stad Antwerpen doet daar moeilijk over, terwijl dat het eigenlijk aan de families van de slachtoffers toekomt om te beslissen of ze zo'n stoeptegel willen plaatsen of niet. En dat is ook eigenlijk het opzet van heel dat kunstproject. Dat het dus de direct betrokkenen, het is telkens weer die dicht bij de mensen die daarbij betrokken zijn, bij de wijk die daarbij betrokken is. Ja. En daarom zou een stoeptegel voor Jan de Ridder hier 100% op zijn plaats zijn. Ik ben Bob Mendes en vind het een passend idee een struikelsteen te plaatsen in herinnering aan Jan de Ridder die mij en mijn broer Henri uit handen van Nazi-Duitsland heeft helpen houden.